Hoi allemaal, welkom bij part 2 van de Lego Dead Star Review. We waren de vorige aflevering gebleven bij de gevangenis. En zoals je ziet zit hier een knop waar je aan kunt draaien. En dan gaat hier iets open en dan kun je er een poppetje in laten donderen. En dan valt die hieronder. Zoals je ziet. Dat is één ding hiervan, deze ruimte. En het tweede is, hier zit een gang. Dat loopt helemaal daarheen, alleen daar zit een muur met een sticker, zodat het een lange gang lijkt. Maar dat is het niet, het is gewoon een kleine gang. Maar je poppetjes kunnen er wel kwijt in raken. Dus dat is niet echt handig. Maar dan heb je hier een ding waar je aan kunt draaien en dan kom je in de gevangenis. Zo gaat het open en dan zit de deur open en dit kan er dan af. En dan kun je, hier zie je de deur die open gaat en dan staat hier zo'n ondervragingsdroid en Prinses Leila die daar dan ligt en hierachter zit iets roods. Ik weet niet wat dat is, maar dit kun je er heel gemakkelijk zo weer opzetten. Zo. En dan hebben we deze kamer wel niet zo wat gehad. Hier zit een reling. En hier ook. Maar hier zit de stoel van Keizer Poppetje. Dit is iets elektrisch-achtig ding waarvan ik 3 kwijt ben, zodat het hier een beetje kaal is. En dit kun je zo laten donderen. En hier zit een gat, zodat je hier je poppetjes doorheen kan laten vallen. Je moet ze talgrijpen ofzo. Dat mag je zelf bedenken. Maar er zit hier een ingang van de lift. En dat was het zowel. Ja, deze hebben we al gehad, deze kamer. Dus dan moeten we naar de kamer die er boven zit. Nou, hierboven zit een kamertje met ding voor het haar van Han Solo en Luke Skywalker als stormtrooper, zodat ze ook haar op kunnen hebben in plaats van een kale kop. En dan zit hier een ding dat kan heen en weer, alleen dat is voor iets wat eronder zit. Het is namelijk voor de T-Fighter. Die kan dan zo bewegen en dan kan die zo wegvliegen. Allemaal heel mooi en ja. En dan kan dit ook weer naar beneden. En hier kan zo een poppetje op liggen. En dan kan de sluipmoordenaardroid iets hem helemaal verbouwen ofzo. Dat mag je ook zelf bedenken. Maar hier zit een grootglasding. Hier hoort een stoel te zitten. Wat ik een beetje kwijt ben. En dan heb je hier natuurlijk nog een heel cool ding. Dat is iets van de lift. Toevallig zit hij net hier. En als je dan aan het ding draait, dan gaat hij zo omhoog. Zo. En dan is er hiernaast nog een kamer. Ik moet even opschieten. Met iets van de laserkanon. En dat kan zo heen en weer. En als je aan het knopje draait wat erop zit, gaat hij omhoog en omlaag. En hier zit nog een scherm. Dan zit er zo'n planeet op en draai hem om. En hebben ze hiermee geschoten. En dan boom. Dat ding. De hele planeet is weg. En dan gaan we snel door naar de volgende kamer. En hier zitten rode dingetjes. Ik weet niet wat het moet voorstellen, maar oké. Hier zit een ronde tafel.
En hier zitten allemaal stoeltjes voor Darth Vader en de groep. De vergadertafel. En hier onder kun je wapens bewaren. Waar ik nu even niks in heb. En dan de laatste. Maar ook weer niet de slechtste kamer. Iets waar ook de mouse droid bij zit. Staat nu. De lasers. Je kunt ze op en neer bewegen. Maar door dit ding hieronder kun je ze ook heen en weer bewegen. En ja, hier in de andere kamer, dat ben ik ook nog vergeten te vertellen, zit een gang waar alleen de mouse droid erheen past. Of misschien de sluipmoordenaar droid als je hem er zijwaarts erin steekt, maar dat is een beetje krapjes. En dan is dit het einde van de Lego Death Star review. En dan check ik jullie later.